waar we nu op uitkijken, dit was gewoon een grote gifbelt, een afvalbelt. Ja, een grote gifbelt. En het begon eerst met bagger en rottend fruit en groenten. Maar al snel werd dat huisvuil en puin. Ja. Dus er zijn hier, dit was de eindbestemming van ontelbare vrachtwagens vanuit Amsterdam die hier dat huisvuil kwamen. Dus echt een vuilnisbelt. Echt een vuilnisbelt. En zelfs ook een gifbelt. Dit Diemerpark was dus ooit de giftige vuilnisbelt van Amsterdam. Deze groene ader, direct verbonden met nieuwbouwwijk Eiburg, loopt rechtstreeks de stad in, maar was door zwaar chemisch afval jarenlang verboden gebied. Je kan natuurlijk niet een woonwijk gaan bouwen naast een gifbelt. Dus toen is er een grootschalige saneringsproject heeft hier plaatsgevonden. Ja. Om dit, je kan het voorstellen als een omgekeerde doos. Dus dit is dan de gifbelt. En daar hebben ze een omgekeerde doos overheen geplaatst om het hermetisch dat gif af te sluiten. Dus dit was allemaal gif? Ja, ja, dus dit is de asfalt, het fietspad nu naar Muiden. En dan is hier kunnen dus wel bomen staan, omdat dat is gewoon normaal. En dan is hier het saneringsproject en dit is allemaal gif. En waarom mogen er geen bomen staan? Omdat de laag is dus, er zit niet genoeg zand op. Het is maar 2 meter zand, dus die, als er bomen groeien, dan kan het die deklagen gaan aantasten. Gaan die met hun wortelen er doorheen, bedoel je? Ja, dat kan en dat wil je natuurlijk niet. Kijk, daar gaat een konijntje. Dit is wel snoezig. Kijk nou. Kleintjes. Ja, ze zijn allemaal kleintjes, hè? Ja. Oh ja, kijk. Zijn echt. Maar die konijntjes, die. Ik bedoel, is toch eigenlijk heel grappig om over na te denken. Die wonen gewoon op een gifbelt. Ja, want die, door dat zand hebben we eigenlijk een duinlandschap gecreëerd. Dus van gifbelt tot duinlandschap. En konijnen die houden heel erg van droge zanden en als er nog wel een beetje sappig gras is. Dus dit is een ideaal biotoop voor konijnen. Het zijn allemaal konijnenholen? Ja. Een grote groep. Een grote groep, wou ik zeggen. Die horen allemaal bij elkaar of zo. Ja, dit kan dan een konijnenburcht zijn. En het is zo dat dat is dan een groepje. Ik hou oppassen. Ja. Dat ongeveer 3 tot 4 mannetjes met 2 tot 3 vrouwtjes, die vormen samen een groepje. En als de groep te groot wordt, dan splitsen ze zich weer op. Maar zijn het eigenlijk wilde konijnen? Nou, nu zijn het wel allemaal wilde konijnen. Maar eigenlijk waren dit allemaal konijnen die mensen als huisdier hadden. En na verloop van tijd, dan bevalt dat huisdier helemaal. En dan wordt het zo hops. In de natuur. Ja. Ja. En daardoor waren dus eerst ook allemaal verschillende kleuren. Dus ze waren, huiskonijn kan zwart, wit, gevlekt, ik weet het niet. Ja. En nu zie je dat wildkleur domineert. Beetje bruinig. Ja, een beetje schutkleur. En dat is het leuke, want daar zie je meteen de evolutie die haar werk doet. Weet je wel, na verloop van tijd domineert toch die schutkleur. Ja, grappig.